De Vijftigers. Dat was hun geuzennaam. De oorlog was voorbij, maar zij waren weer in het verzet gegaan. Tegen de saaiheid van Nederland. Kangeroes keken er door de venstergaten. En door de radio klonken enkel geaffecteerde stemmen. Boeken die aanwezbaar slecht waren, kwamen nimmer voor bespreking in aanmerking. Er deed zich slechts voor. Die nieuwe poëzie was wat mij betreft ook een protest tegen de saaiheid van Haarlem. Daar groeide ik op. En tegen zijn suffe boekenkast. Die in vele opzichten afhankelijk is van persoonlijke inzichten. Maar ik weet zeker dat ik het beste boek niet heb verzuimd. Dr. P.H. Ritter junior had op zondagmiddag dezelfde stem als je door de weekse leraren. 'S Maandags begon alles weer van voren af aan. Totdat we Atonaal hadden bemachtigd en nieuwe griffels schone leien. Het was om problemen vragen natuurlijk. Met wiskunde opengeslagen op de bank en Atonaal ook opengeslagen, maar onder de bank. Tot je werd betrapt, ingepikt. En wat er toen op de muur werd geschreven, staat er nog. Laat alle leraren naar de helle varen. Er waren al veel meer experimentele geweest. Dat je dat niet wist. Rodenko schreef ook dat de avant-garde niet gedichtachtige woorden in de vroeger lyrische poëzie had toegelaten. Net zoals een lyrisch landschap er niet lelijker op werd, maar juist geheimzinniger en echter door de aanwezigheid van techniek. Ook een fascinerende machine zijn. Zoals sommige films of fascinerende stukken eruit. Bij Rodenko las ik voor het eerst Paul van Ostaaien, een Belg die in Berlijn had gewoond. En je verbeeldde je dat je zo'n gedicht gewoon in de bioscoop kon zien. Zo'n gedicht zag je natuurlijk nooit in de bioscoop. Wat je daar altijd het eerste zag, was het Weekjournaal van Nederland.